Theater Sneek moet een derde beeldmerk voor de gemeente Zuidwest-Friesland worden. Dat zei wethouder Wichle Sinema dinsdag bij de persrondleiding door het in aanbouw zijnde Centrum voor de Kunsten en Theater Sneek. Het beeldmerk vind ik wichtig. In Snit zet nou als beeldmerk de Wettertour. We hebben de twee houten bregen die krijgt de kleer binnen in de A-zoon. En dit zal aanstelijk een beeldmerk wezen, dit theater, de uitstraling. Zodat, nou ja, we leven in een tijd van beeldmerken, dus dat is voor de totale promotie van Snits en de hele gemeente wakker van belang, denk ik. De pers kwam dinsdagmiddag naar de Noorderkerk, het tijdelijke theater van Sneek, om de voortgang van de bouw te bekijken. Projectleider Wim Luiks en wethouder Sinema gaven uitvoerig uitleg en op het bouwterrein werd de enorme omvang van het culturele project in Sneek getoond. Op het moment zitten we helemaal in de bouwfase. Nou, dan nemen we je maar eens even mooi over de bouw. Hartstikke nieuwsgierig om te zien. De bouw is nog in het stadium dat je, ja, dat is sowieso nog overal, maar dat je maar droege voeten over de bouw kennen. Dit is een prachtig wafel, dus dat belooft heel leuk te worden. Nou, we hebben even een familie de pers uitnodigen om te zien hoe vier dat we binnen met het cultureel centrum Snits. Het cultureel centrum Snits bestaat uit twee onderdelen. Dat is het centrum van kunsten, waar het balwerk in zit, de Noorderkerk als tussentheater en de bouw van de, wat vroeger dan de muziekschalen weer, dus de daadwerkelijke lokaal. En dagelijk hebben we Sjoen bij de bouw van het theater. Daar is de bouw inmiddels ik, Boppe de Groen. Dat zien we hier op de achtergrond. En met deze twee projecten werken we naar 2012. Dan zal alles klaar wezen. En in de jest van 2012 oktober, denk ik, zal de opening wezen. En nou ja, dan hebben we een grote opening van beide projecten. Bij het Centrum van Kunsten is het belangrijkste kenmerk het atrium, wat het squallengedeelte verbindt met de Noorderkerken en met het balwerk. En het belangrijkste kenmerk, denk ik, bij het theater, aan de oorzijde, dat is de natuurlijke uitstraling. Dat betekent de daken binnen Gringen, daadwerkelijk van geest, er staat een PBM op. Het heeft een enorme uitstraling. Van beide is een kenmerk dat alles drompelvrij is en dus heel goed toegankelijk voor mensen met beperking.